Staat iedereen klaar voor de 10 kilometer? Even kijken, de 10 kilometer betekent dat jullie twee rondjes gaan lopen. Jullie zullen na het eerste rondje vanaf die kant terugkomen het sportpark op. En dan mogen jullie vervolgens nogmaals het rondje lopen. Dus niet hier afslaan, rechtdoor waar de fiets heen gaat. En bij de tweede keer mogen jullie wel afslaan. Dan zullen jullie is dat duidelijk? Wow, succes allemaal! Over een kwartier staat er 5 kilometer. Good.
Nog 5 kilometer aan. En extra voor hem. Oh, kijk, ze gaan al aan de kant. Ik dacht, ze zit een extra slalom op het parcours. Heel goed. Kijk, we gaan met nummer 168 tijden. Hendrik zit overloop. Pakt hij een geweldige tijd van 23,5 minuten. Geef hem een applaus. Laatste bocht nu om, met nummer 171, Geert-Jan komt hier aan in een tijd van 23 minuten 1. Oh, het is een maken, 52 seconden. Ja, ik denk komen de volgende 5 kilometer renners aan. Als eerste komt naar de bocht om met nummer 178 jaar inderdaad. Zullen we kijk, en daar komen de verdetters aan. Mies van de Kruis is zo bang dat ze slagen in de 163. Kijk, hij heeft het zwaar gehad gisteren. Het is te zien met 173. Daan Fleming. We zitten op 41 minuten en 4 seconden. Gaat hij een nieuw record en zet hij hier een 7 meter voor 10 kilometer. Kijk eens, hij is begeleid door een motorbiker. Met nummer 450. André Arts uit Erf. Gaat hij een prachtige tijd inzetten. Geef hem een applaus voor nummer 1 van de 10 kilometer. Rijmaker slaat de laatste bocht in, nummer 181. Hij wilde anderhalf uur in zijn vliegen. Heel veel applaus. 30 minuten, 55 seconden. Hij is binnen. En met nummer 156, Lea van den. Kijk eens uit de kuik helemaal. Komt ze hier de 5 kilometer aftrekken. Heel goed. En met 462, de nummer 3 op de 10 kilometer, Marco van Schrijndel. Kijk, daar komt ze aan, de volgende loopster van de 10 kilometer. Met nummer 400. Ja, 474. Henny van Hollebeek uit Veghel komt ze hier om de 10 kilometer te binnen de 1 uur en 4 minuten.